Lieve mensen, mijn naam is Joke Klumper en ik mag u hier vanaf het Kerkplein van harte welkom heten bij het online kerstfeest 2021. Fijn dat u kijkt. Het belooft een mooie feestelijke dienst te worden. Dominee Gooyer zal de overdenking verzorgen, er wordt een gedicht voorgedragen en een gemeentelid zal met ons delen wat kerst voor hem betekent. Ook gaan we bidden met elkaar en natuurlijk is er kerstmuziek. Allemaal ingrediënten voor een mooi kerstfeest. Ik zou zeggen, kijk, luister en geniet van Kerstfeest 2021. Een gedicht van Nel Benschop. Advent is wachten, wachten en verlangen totdat het eindelijk gebeuren gaat, wat werd voorspeld in de profetenzangen, wachten tot God het woord vervult in daad. Advent is luisteren, luisteren en verlangen totdat de hemel lichtend opengaat en je omspoeld wordt door de engelenzangen. Luisteren totdat je hart meezingen gaat. Advent is komen.
komen met verlangen naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat en onze mond vervult met nieuwe zangen en waar geloof verandert in de daad. Advent is bidden. Bidden vol verlangen, opdat Gods rijk van vrede komen gaat en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen, waar ons verlangen in aanbidding overgaat. Nou, mijn naam is Pieter Koen, ook wel Piet genoemd. En ik ben opgegroeid in Zwolle. Ik was getrouwd met Joke, Joke Boot. Heel fijne herinnering. 11 jaar geleden is ze gestorven. En dat is heel verdrietig, ik mis haar erg. Maar ik weet waar ze is. Nou ja, 7 jaar geleden ben ik hier komen wonen, in deze riante woning. Waar ik ontzettend veel plezier heb. Ik kende niemand eigenlijk, behalve mijn kinderen, die wij hier dus opzochten. Maar sinds 7 jaar veel vrienden gekregen in Berken en Roderijs. Ik
kerst, ja, dat is... Dan komen er heel veel gedachten in mij boven. Ja, in deze tijd is speciaal. Maar over het algemeen, ik ben ontzettend gefascineerd door, laten we maar zeggen, de persoon van Jezus van Nazareth. Ik ben nu weer het evangelie van Lucas, dat ik graag aan anderen doorgeef, aan het lezen in gewone taal. Ik noem het boeiende verslag van dokter Lucas over de grote geneesheer. Ik vind het geweldig. Ja. Je raakt niet over hem uitgedacht. De veelzijdigheid van zijn leven, van zijn uitspraken, dat je soms denkt, ik kan er niet bij. Het is zo geweldig. Zou het echt waar zijn? Dat idee, hè? Kijk je rond, je denkt aan je eigen verleden, aan je vrienden, aan je buren. Ik denk, zou het echt waar zijn? Ja, dat is echt waar. Prachtig. Ja. Als je het verhaal leest, hoe dat ging toen, als baby en dat stel, Jozef en Maria. Ja, ook dat is zo apart. Hè? Maria, jong meisje. En dan gaan ze van Galilea naar Bethlehem helemaal. Nou, dat verhaal is op zich ook al zo ongewoon. En dan die geboorte, vlucht naar Egypte, vluchteling, het hele gezin, naar Egypte. Komen ze terug. Anders was hij vermoord geweest met vele andere baby's. Het is helemaal apart. Ja. Het is geweldig. Ik ben ermee opgegroeid in zekere zin. Mijn vader en moeder waren gelovige mensen. En ons gezin, daar werd uit de Bijbel gelezen. Naar de kerk. De kerk was heel vertrouwd. 2 keer op zondag natuurlijk. Dus morgens 10 uur, 's middags 5 uur. Speciale dagen. Dat je ook ging. Eerste kerstdag, tweede kerstdag, zondag, 3 keer achter elkaar of zo, enzovoort. Ik was er heel vertrouwd mee, tot op het moment dat ik iets van mezelf me uitleverde aan God, aan de Heer, aan Jezus zelf. En dat was een voortzetting, denk ik, van mijn geloof. Ik weet niet precies. Je denkt wel eens, ja, anderen hebben een mooie, hè? Die datum, dat uur, toen gebeurde het. Ja, maar toch wel zoiets. Johannes 1 vers 12. Wat anderen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, gezag gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. En dat vergeet ik nooit. Dat heb ik toen gedaan, zo. In een bijeenkomst. Ik dacht, ja, ik ben toch gelovig. Ja, maar er ontbrak iets. En toen ben ik meer me toegelegd. Ik kende jonge mensen van Youth for Christ. Dat werd een vriendenkring. En daardoor was er meer aandacht, meer persoonlijk ook. Ik ging verzen uit mijn hoofd leren, uit de schrift. En die zijn nog een soort pijlers voor mijn leven. Dat is 65 jaar geleden zoiets. Die ken ik allemaal. En meer liefde ook voor hemzelf. Nou ja, er is veel uit voortgekomen met het gevolg dat ik ook in dit werk ben gekomen eigenlijk. Een gevoel had voor verkondiging. Nou, ik ben zelf niet zo'n verkondiger, maar het is mee te doen aan de verspreiding van dit geweldige nieuws over de hele wereld. En dat, nou ja, dat was dan speciaal voor de volken die nog geen Bijbelvertaling hebben. Nou ja, daar hoorde ik in 19, wat was het, 68 over 2000 taalgroepen nooit een Bijbel. Ik dacht, nou ja, dat is helemaal te gek, toch? Dat moet veranderen. Dus ik werkte op een bank in de Hollandse BankUnie in Den Haag. Ik dacht, ja, hier ben ik, wat kan ik doen?
Nou ja, zo is het een beetje gegaan. Ik bedoel, we zijn leerling. Ik ben een leerling, dus je leert totdat je sterft. En die kennis die wordt dieper. Je gaat meer nadenken over mezelf natuurlijk. Wat heb ik gedaan? En wat is dat in het licht van de redding van Jezus? Zijn persoon, zijn kruisdood. Ja. Mooier. Veel mooier. Het is nu veel dieper, mooier. Ja. Groot verschil. Nou, ik heb een prachtig lied, ken ik. Dat is een prachtig lied. Out of the Ivory Palaces. Nou, dat is mijn lied. Uit de Ivoren Paleizen, daar kwam hij. En hij leefde onder ons. Heeft zijn leven gegeven. Genoeg voor ons om ons leven te geven. Prachtig lied. Out of the Ivory Palaces. Into a world of woe. Goedenavond, ik lees uit de Bijbel, het kerstverhaal, maar daarvoor lees ik een tekst waarmee het verhaal van Advent, het verhaal van de komst van Jezus begint. En daarna zal ik ook nog lezen uit het Johannesevangelie. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zo begint het verhaal, toen koning Herodes koning was over Judea. We gaan naar Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Tot zover de lezing uit Lucas 2. En dan wil ik nog één tekst lezen uit Johannes 1. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Oh,
Beste mensen, stel je voor, je bent op een open veld. Je bent op weg naar huis. Maar je ziet een donkere wolk aankomen. En niet één wolk, nee, donkere wolken. Je voelt de wind toenemen. En je weet het. Stormopkomst. Je kijkt om je heen. Is er een plaats om te schuilen? Kan je ergens naartoe? Maar nee. Open veld. Geen plaats om te schuilen. Je moet door de storm heen. Je aarzelt. Je twijfelt. Je doet je kraag omhoog. En ja, je gaat. Je zet je eerste stap. Je tweede stap. Je derde stap. En je loopt richting de storm. En de storm komt naar jou. Je voelt de wind toenemen. Het begint te regenen. Te hagelen. Te stormen. Te stormen. En jij? Je moet wel. Je loopt door. Je loopt door de storm heen. Stormen. Ja, het kan stormen in het leven. Velen van jullie weten dat. Hebben stormen meegemaakt of zitten nu in een storm. Een storm lang geleden al of een storm nog heel recent gebeurd. Er overleed iemand die je lief was. Je partner. Of je raakte iemand kwijt aan het leven. Een kind dat geen contact meer opneemt. Stormen. Omdat je je baan kwijtraakte. Omdat je gezondheid behoorlijk een knauw heeft opgelopen. Omdat je beperkt bent in je mogelijkheden. Beperkt in je contacten. Stormen. Kerst. De geboorte van Jezus. Wat is kerst? God zet in Jezus de eerste stap richting de storm. Het heeft gestormd in het leven van Jezus. Het heeft soms hard gestormd. In het begin al, toen hij geboren werd. Ik las de eerste zin. Toen Herodes koning was van Galilea. Koning was over de Joden. Herodes, een gevaarlijke koning. Een wispelturige koning. Een machtige koning die bezeten was naar een verlangen naar macht. En daarna hoorden we over Quirinius, stadhouder, en keizer Augustus, de keizer van Rome, machthebbers. Het stormde in het leven van Jezus, al in het begin van zijn leven. En later, als hij actief rondgaat in Israël, en zeker de laatste weken, dan voelen we de storm toenemen. We voelen de wind opsteken, we voelen de tegenstand toenemen. Hij wordt verlaten. Hij wordt verraden. Een oneerlijk proces. Hij krijgt een kruis op zijn schouder. En toch, Jezus loopt door. Richting de storm. Door de storm heen. Richting Golgotha. En daar sterft hij. De storm lijkt sterker. Kerst. Kerst verwijst al door naar Golgotha. Verwijst vooruit naar Golgotha. Maar het verhaal van kerst stopt niet bij Golgotha. Want na Golgotha, na vrijdag, wordt het Pasen. Eerste paasdag. Jezus gaat door de storm heen. En komt aan de andere kant van de storm weer in rustig weer terecht. Storm. Het kan stormen in onze levens. En misschien ervaren we deze periode ook wel als een storm. Je wordt zo moe van al die berichten die je steeds weer hoort. En je voelt je somber en je wil graag naar de kerk, maar dat lukt niet en je kunt niet of je durft niet. En de contacten met andere mensen, ze zijn er veel minder dan ze er vroeger waren. Storm misschien ook wel in je leven met God. Je rotsvast vertrouwen ben je kwijtgeraakt. Je hebt vragen, je hebt twijfels. Maar het is kerst. En kerst is een feest. De geboorte van Jezus vieren wij, want God zet in Jezus de eerste stap richting de storm. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij voor Hem nooit onbereikbaar zijn. Ook niet als wij in een storm terechtkomen, misschien beter gezegd, zelfs niet als wij in een storm terechtkomen.
Als we niet meer weten hoe we vooruit kunnen komen, als de wind te heftig is, de hagel te hard, dan is daar die hand. Die hand van het kind van Bethlehem, die hand van God, die mens geworden hand. En hij grijpt je vast en hij neemt je mee. Hij neemt je mee en sleurt je mee, soms sleurt hij je mee de storm door. Dat is kerst. Dat je mag weten dat die handen van God er zijn en dat je kunt vallen, zeker. Maar nooit zo diep dat je onbereikbaar bent voor God. En dat je het idee hebt dat je er nooit meer tegenop komt tegen die wind. Maar dat het dan die handen zijn die je vooruit duwen, vooruit helpen, meenemen. Ja, storm. In het Johannes-evangelie staat het zo. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze wilden hem niet. Hij werd tegengehouden. Maar het gaat nog verder. Wie hem wel hebben aangenomen, die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te zijn. Voorrecht. Dat woord gebruiken we niet vaak in de kerk en dat woord gebruiken wij niet als we over het geloof hebben. Maar het is ook een voorrecht. Het is een voorrecht te kunnen, te mogen geloven, met elkaar het kerstfeest te mogen vieren. Het is een voorrecht. Wat voor voorrecht? Er valt veel over te zeggen, maar voor nu wil ik het zo zeggen. Hij gaat met je mee. Hij gaat mee de storm door. Want hij gaat de storm in om ons op te zoeken. En als hij ons gevonden hebt, om ons nooit meer los te laten. Dat is kerst. Dat is de betekenis van de komst van Jezus. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. Laten we daarom aanbidden. Het kind van Bethlehem. Amen.
Almachtige Vader, als kerst het feest van vrede is, dan staat er nog heel wat te gebeuren. In die ruim 2000 jaar lijkt de situatie, als we eerlijk zijn, niet veel verbeterd. Nog altijd zijn er machthebbers die het leven van gewone mensen aardig zuur weten te maken. Nog altijd zijn er oorlogen en geweld. Nog altijd is er honger en ellende. En sinds 2 jaar hebben wij te maken met corona. Geef ons wijsheid, Heer, en kracht om hiermee om te gaan. Leer ons te volharden en uit te zien naar die ene grote dag waarop Jezus terugkomt. En met name in deze tijd van het jaar, leer ons kerst te vieren in deze harde werkelijkheid. Om de hoop in ons te laten groeien, zoals ons is voorgeleefd door dat ene wonder, dat ene kind, uw Zoon. O dierbare Jezus, heilig kind, maak u een bed, zacht en rein, in mijn hart, zodat het voor u een stille kamer mag zijn. Mijn hart is van vreugde aan het springen, mijn lippen stilhouden, dat kan ik niet. Met een verblijde tong moet ook ik zingen, dat meest zoete oude lied. Glorie aan God in de hoogste hemel, die aan de mens zijn Zoon openbaarde. Amen. Ik ben Hanneke en ik ga Stille Nacht voor u spelen. Allemaal een gezegend kerstfeest en een heel, heel gezond 2022. Hanneke. Wat was het mooi, hè? Heeft u ook zo genoten? Fijn. Ik wens u, mede namens alle leden van de diaconie, hele mooie en gezegende feestdagen toe.